Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Dinsdag 1 maart. En gisteravond zijn we echt super lekker uit eten geweest. Eten was echt heel erg lekker. Op maandag waren heel veel dingen dicht en we hadden dit gevonden en was super lekker. En vandaag gaan we naar Ocean. Daar heb ik ook heel veel zin in. Het is nu nog best wel vroeg, de zon komt zo op, om 6:45. Over 5 minuten ongeveer. Alleen ik ben, door de jetlag ben ik niet meer zo moe. Dus ik zit eventjes hier op het balkon. En zometeen komt de zon dan op. En dan gaan we vandaag weer lekker de hele dag zonnen. Mijn gezicht is een klein beetje verbrand, zoals je kan zien. Maar de rest van mijn lichaam gelukkig niet. Dus ik ga mijn gezicht vandaag extra goed insmeren. En dan gaan we lekker de hele dag in de zon liggen. Okay, ik heb me klaargemaakt voor vandaag. Ik heb een bikini aan van By Your Label. En dit jurkje is van de Costus. En ja, het is al mega lekker weer. Het is nu 8:30. We hebben even ontbijtje gehad. En we gaan dus vandaag niet hier liggen, maar we gaan naar Ocean. En dat blijkt dus een van een beetje de luxere strandtenten te zijn. Dus daar gaan we vandaag lekker naartoe. Een bedje. En dan gaan we daar ook in de middag eten. En dan vanavond gaan we eten bij de beach. We zijn bij Ocean. Het gaat denk ik zo meteen mega hard regenen. Zo'n gevoel heb ik. Dus wij gaan nu lekker naar binnen en een bedje zoeken. Ik hoop eigenlijk dat je me goed kan verstaan door die wind. Maar hier is het dus. Ocean. Oké, het ziet er echt heel mooi uit. We zijn nog heel vroeg. Dus we kunnen echt alles kiezen wat we willen. Heel mooi. Ja, het is nu nog een beetje bewolkt, maar dat gaat zo weg. Maar we hebben echt nog keuze uit alles. Komt de zon er weer. Ah ja, de zon komt al. Dus we zijn nu even het mooiste bedje aan het uitzoeken. Maar het is echt prachtig. Oké, we hebben zo'n bedje gekozen. En kijk hoe mooi uitzicht we nu hebben. Had jij gevraagd of we eerder konden eten? Oké, wij gaan even lekker lunchen. Zin in. En ja, dit is hier echt prachtig. Het is wat duurder, maar het is wel echt heel mooi. Je hebt dus van zulke bedjes, waar wij dus ook liggen, maar je hebt dus ook zulke bedjes. Heel veel verschillende dingen. Echt, echt heel mooi. Het is hier zo mega mooi. Ik vind het ook echt heel rustig hier. Weer. Voor de voorjaarsvakantie. Ja, bizar. Jullie bevinden jullie hier bij Ocean Beach en we zijn allemaal... Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? We spelen het spelletje Paperbende. Heel leuk spelletje. Kun je ook met z'n tweeën doen. Nou, is het nieuw het spel? Het is echt... Weet ik eigenlijk niet. Het is best wel simpel, maar daardoor is het juist leuk. Het is echt helemaal het einde. Net als het uitzicht hier. Het is ook helemaal het einde. Ja, maar het is ook wel een beetje... Maar ja, niet zo leuk als Paperbende natuurlijk. Het is een beetje, het spel is een beetje geluk hebben, goede kaarten trekken, maar ook onthouden. Het is een aanrader. Aanrader. Hij was een bol.com de aanbieding, de beschrijving zie je hier beneden. Oh, zo. Zou ik het anders even om de filmen? Gewoon uitleggen. Ja? Yes, dankjewel. Ja? Oké. Wat je dus moet doen, is je moet je buitenste kaarten bekijken. Die heb ik nu bekeken, ik zal hem even aan jullie laten zien. En dit is heel best wel hoog en je moet proberen zo laag mogelijk. En in het midden liggen ook kaarten, maar die mag ik niet zien. Oké, begin maar. Heb je gekeken? Ja, ik ga ook kijken. Wie begint? Ik begin. Oké, nou hier zit dus een stapel. Nou, dat is een 7, die wil die niet hebben. We hebben deze, die willen we natuurlijk wel hebben. Dus die gaan we even wisselen met die. Doe maar dat je de buitenkaart wel of niet mag kijken.
Wel, want nu hebben we gedronken, dus we moeten beter maar kijken. We hebben een beetje gedronken. Oké, gaan we. Oké. Oké, nu pak ik deze kaart. Dit betekent dat ik er twee mag pakken. Een 9, die willen we niet. En een kaart ruilen. Die willen we natuurlijk wel. Dus mag ik één van mijn kaarten ruilen. With the boyfriend. Niet goed, maar wel beter. Oké. Die is natuurlijk heel goed. Dus die wisselen we. 5 doen we weg. 6? Ja, ik ga er niet voor. Oké. Ik ga deze risicootje, middelste kaart, ik weet niet hoe die eruit ziet, maar ik ga hem toch wisselen. Domme optie. Ik pak die 2 voor jou. Nieuw. 2 kaarten pakken. Ja. Oké, ik heb gewisseld. Die willen we hebben. Oh, wacht. Kan je ook zien dan? Of niet? Nee, ik zag hem niet. Oké. Ik heb al hele goede kaarten, maar ik wacht even tot de meneer aan de overkant aan het kloppen is. Oh, wacht, zin. Ik klop wel. Nee, oké, ik wacht al niet. Jij bent. Ja, ik heb geklopt. Oh, nu wel? Nee. Je zei wacht wel eventjes. Nee, ik zo wel. Nee, je gaat nu één ronde doorspelen. Het is flauw. Oké. Maar ik heb geklopt. Oh, wat ik net heb gedaan mag toch mee. Je spiekt even, hè? Nee. Nou, oké, moeie. Ik had die 4. Dus nu heb ik 4 punten. Plus 3 is 5. Dus ik heb gewonnen. Next. Nou, nu heb ik dus 1 punt. Hij heeft er 12. 15. Wie heeft er gewonnen? Hey. Wie heeft gewonnen? Geen idee. Ik vind dat we even moeten hertellen. Ik heb er 1. Ga weg. Nou, het was echt lekker. Echt een aanrader hier. Ik denk dat de wind echt heel hard is. En we hebben lekker eten besteld. Oké, wij zijn terug van de strand. Oh, ik ben echt helemaal gaar. We gaan nu nog even op het balkon zitten. Het is nog best wel, nou ja, vroeg. Hoe laat is het? 5 uur of zo? Geen idee. Dus we gaan nog eventjes op het balkon zitten. En dan daar nog even chillen en dan klaarmaken en dan vanavond lekker uit eten. Oké, het is inmiddels avond en ik heb me klaargemaakt. Dit topje aan en een roze rokje. En de zon die gaat nu echt net onder. Ja, je kan het niet zien. Het is aan de andere kant. Je ziet daar de weerkaatsing. En we gaan zo uit eten bij het consulaat. We wilden eerst bij de beach eten, maar we gaan toch nu bij het consulaat eten. En vandaag ben ik gelukkig weer een beetje bruiner geworden. Alleen ook al een beetje rood zie ik in mijn gezicht. Dus we moeten deze week nog even bijtennen. Maar in ieder geval heel veel zin om lekker uit eten te gaan. Oké, we zijn bij het consulaat en het is een soort binnentuin. Heel cute. Mega leuk. Als eerste hebben we wat flatbread. Noem je dat zo? Ja. Ziet er heel lekker uit. Zin in. Oké, we zijn deze eten bij het consulaat. Het was echt super lekker. Je kan dus gerechtjes delen. Dus we hadden gamba's en burgersnede biefstuk. Het was echt heel, heel lekker. En nu zitten we bij Karel's en zijn we nog even een cocktail aan het drinken. Laten we maar bijna overheen vallen. Lekkie. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Volgens mij lijk ik echt heel erg verbrand, maar het valt best mee. En het is nog best wel vroeg, want we zijn elke dag heel vroeg wakker door de jetlag. Dus het is nu volgens mij 7 uur.
half acht. De zon is wel op. Dus ik zal eventjes laten zien. Vandaag gaan we een paar leuke dingen doen. We gaan naar Sorbonne Beach. Ik weet niet precies wat het is. We hadden het als tip van iemand gekregen. En dan hebben ze ook een beachbar. En daar gaan we dus vandaag naartoe. En vanavond gaan we eten bij Brasboer. Dus een leuke dag op de planning. Ik ga me nu eventjes klaarmaken voor vandaag en even mijn haar doen. Oh, mijn haar is echt vreselijk. Ik heb met een knot ingeslapen. Oké, ik heb me even klaargemaakt. Ik heb even dit jurkje aan van Lovies. En daaronder heb ik een bikini van Naked. Zo'n soort panter bikini. Ik dacht ik ga even het resort laten zien waar we dus op zitten. We zitten dus op Chococo en we hebben dit via Tui. En als eerste, dit is dus onze kamer. Je hebt dus ook kamers. Je hebt de luxe kamers, maar je hebt ook kamers met uitzicht op de tuin. Dus dat is op dit. En op zee uitzicht hebben wij dus. Hier zie je dus de Lazy River. Daar kan je dus met een band doorheen zwemmen. En dit is dus de gang. En via de gang ga je dus naar beneden, naar het appartementencomplex. Dus dat ga ik eventjes laten zien. Nou, je hebt ook een lift. Dat is ook wel handig voor met je koffers, want het zijn 3 hoog. En dan heb je hier appartementen en hier ook. Als je dan hier naar rechts gaat, heb je daar gelijk de receptie. En daar heb je het restaurant. Bij de receptie kan je er ook uit. Dus via die kant ga je er ook uit het park. Of van het resort eigenlijk af. En ongeveer 20 minuten lopen naar echt Kranendijkstad. En daar heb je dus allemaal restaurantjes. Maar je kan ook 3 minuten met scooter of met de auto. Er is gewoon een parkeerplaats. Dus dat is daar zo. En als je naar rechts gaat is het dus naar Kranendijk toe. Dan heb je hier het restaurant zitten. Heel erg leuk onder een tent. Zodat je niet in de zon zit. Dan heb je hier een heel groot zwembad. Een douche, regendouche en allemaal bedjes. Ze zijn dus nu een klein beetje aan het boren. Dat is dus ook het ding. Het resort is dus nog niet helemaal af. Dus er komen nog heel veel dingen bij. Maar wij hebben in ieder geval helemaal geen last van de overlast, laat maar zeggen. Dus dat is dit. En je hebt hier dus een soort beachbar waar je drankjes kan bestellen of koffie kan bestellen. En je zit dus gelijk aan het strand. Zo, en dan heb je dit soort bedjes. Maar je hebt ook die lichtbedjes en die zijn echt top. Die liggen zo lekker. Dus dat is helemaal fijn. Ja, en er kan dus niemand van een ander resort kan hier naartoe komen. Want daar is het afgesloten en daar ook. Dus dit hoort gewoon echt bij het resort. En je hebt dus allemaal verschillende bedjes. Je hebt ook van die grote bedjes, echt van die lichtbedjes. En nou, daar is ons appartement. Ja, hier zo eigenlijk. Het is echt een toplocatie. Heel erg mooi. Dus dat is een beetje wat ik van het resort wilde laten zien. Dat je even kan kijken. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. En we gaan nu naar Sorbonne Beach. Maar eerst gaan we naar de zoutpannen. Oh, je telefoon ligt nog daar. Heb je een zonnebrand erop? Heb ik al meegenomen. Mag ik die even van mijn armen? Ja. Oké, het is nu. Hoe laat is het? 9:10. En we gaan nu met de scooter. Gaan we naar de zoutpannen. Wij hebben dus onze scooter van Scooter Bonaire. LM. Ja, dus wij gaan nu met de scooter weg. Opgezocht. Dus we hebben eigenlijk geen idee wat het precies is. En hier zo, zo'n klein huisje. En ik zal even het water filmen. En ik hoop dat ik hem überhaupt kan verstaan, want het waait overal mega hard. Zoutpier, dat is dit.
Dus nu zijn we daar dus met de scooter aan. Ik hoop dat je me een beetje kan verstaan. Maar wat ik dus daarnet wilde zeggen, is dus dat wij scooters hebben gehuurd van Scooters Bonaire. Was echt een hele fijne service, heel aardig personeel. En we hebben echt een hele mooie scooter. Mijn vriend rijdt dan en hij vindt hem echt heel erg fijn rijden. Dus dat is helemaal top. En ja, wij vinden gewoon de scooter het beste vervoersmiddel op Bonaire. Dus we zijn heel blij dat we een scooter hebben. En we gaan dus vandaag lekker toeren. Dus we zijn nu naar de Zoutpannen. We willen nog naar het uitkijkpunt. We gaan naar Sorobon Beach. En naar Jai Bar. Dus dat is ook heel leuk. Maar eigenlijk doen we alles met de scooter. Dus dat is heel fijn. Ik ben even een beetje uit de wind gaan staan. Maar dit is dus South Pier. En daar staat de scooter. En ja, helemaal fijn. Het is ook echt helemaal niet duur om hier een scooter te huren. Dus ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan gaan wij weer lekker door. Kijk, daar zijn die zoutbergen. Een soort bergen van zout. Het lijkt een soort van iglo. Het is echt zo licht blauw water, het is bizar. We zijn nu eventjes hier aan het rondkijken. En het water is gewoon wit, gewoon lichtblauw. En ik vind het aan het surfen heel leuk. Heel mooi. Nou, we zijn aangekomen bij Jai Beach Bar. Als ik het goed zeg. Hier gaan we dus lekker liggen en dan eten, lunchen. Het valt me zo erg op dat het gewoon voorjaarsvakantie is en het overal mega rustig is. Dus misschien is het normaal nog rustiger, maar het is echt bizar. Ja, het is toch zo? Het is echt overal helemaal gewoon stil. Dus wij gaan nu lekker op het strand liggen. Kijk, zo ziet het eruit. Ja, je kan dus heel veel windsurfen, dus daarom liggen al die surfboeken er. En we hadden dit als tip gekregen om hier ook te eten, weet je of niet, bij die beachbar. Oké, plannen zijn veranderd. We gaan toch naar Sebastian's. Het is gewoon hier 1 minuut vandaan. We kunnen nu wel weer wat gaan drinken of eten. Ja, het was, de bar ziet er wel heel leuk uit. Ja, heel gezellig. Alleen als je wil liggen, liggen alle bedjes een soort van tegen elkaar aan. Dus dan lig je een soort van op elkaar. Dus we gaan eventjes kijken of er bij Sebastian's nog plekje is. Dus dat is echt hier gewoon naast, letterlijk. Dus daar lopen we nu eventjes naartoe. En hier is Sebastian's. Heel benieuwd. Dus aan het windsurfen, ik hoop dat je het hoort. En ik heb een lekkere ijskoffie. Heel lekker. We zitten in het restaurant. Dit is gewoon het restaurant waar we zijn bij Sebastian Beach. En een hele leuke tafel. Die jij had gereserveerd. Zo. Dus we gaan nu even lekker eten. Echt zin. Dit zijn de frietjes. Wat was dit nou? Tempura en de calamares. Oké, we zijn terug van het strand. Ik ben echt mega rood, volgens mij. Ze hebben de kamer schoongemaakt, dus dat is heel chill. Het is echt mega schoon.
Dus dat is echt top. We hebben nog even boodschappen gedaan. Ga lekker douchen en dan klaarmaken voor het restaurant. Oké, het is avond. Ik heb me klaargemaakt. Ik ben echt hier heel, heel, heel erg verbrand. Dus dat is niet zo fijn. Nee, dus ik ben echt mega erg verbrand hier. Dus ik heb even een lang jurkje aangedaan. Het is eigenlijk gewoon een wit jurkje. Zo. En daarbij heb ik dan gewoon laarzen. Best wel prima. En wij gaan dus vanavond lekker uit eten. Mega veel zin in. Gaan we ook een dag liggen. Oké, het restaurant zit dus in een resort in Delphins. Spreek je dat zo uit? Ik denk het. Dus wij gaan nu naar het restaurant lopen. Heel veel zin in. En zonsondergang. Die is al bijna voorbij. Bijna voorbij. En dit is de ingang van het restaurant. Heb je het nog onthouden wat het was? Nee. Geen zo snel. Nou, het beeld is minder mooi, maar het is echt prachtig. Maak maar. Ja, hoe weet ik veel hoe je dan moet doen? Dat heeft hij net uitgelegd. Of heb je niet geluisterd? Nee, ik heb niet geluisterd. Heb je niet geluisterd, Liefie? Oh, dat is vervelend. Ja. Wat dan? Schapen? Ja, volgens mij was het zo. Een beetje zo eroverheen. Doe maar wat harder. Ja. Dus ja. Ja, dan moest je een klein beetje olijfolie erop doen. Ja, dan een broodje. Die moest je erop doen. En dan een beetje zout. Oh, voor mij, wat lief. Tuurlijk. Heel veel zout. Niet lekker? Hap zout. Is het niet lekker? Nou, niet zoveel zout meer. Zo. Je moet echt maar een beetje zout doen, schat. Nice. Zo. Van de eerste runder tot daar. Van het buffet. Gerookt op keukenhout en klassiek aangepakt.